We staan hier in de Heilig Hartkerk. De Heilig Hartkerk is vandaag open voor het pop-up project van de Sint-Lucasschool. En we hebben hier bij ons Joris Cijfers. En die zal ons wat meer vertellen over wat voor dit project precies inhoudt. Joris, vertel mij eens, hoe is dit project ontstaan? Nou, we zijn 6-7 weken geleden met Sint-Lucas Pooljaar, het eerste leerjaar van Sint-Lucas, zijn we begonnen met het project en met een probleemstelling. En de probleemstelling was eigenlijk dat we ieder jaar een tuinfeest hebben. Als afsluitend feest voor Sint-Lucas komen zo'n ruim 1000 mensen in de tuin van Sint-Lucas. En nou zijn er heel veel mensen die van ver komen en die hebben geen slaapplaats. Dus wij hadden een project bedacht, waarbij we dus voor minimaal 80 mensen een slaapplaats moeten creëren. Als in de vorm van een pop-up hotel. Nou, daar zijn de studenten 6-7 weken geleden mee aan de slag gegaan. En de locatie was de bedoeling dat we dat gaan doen in het Heilig Hartkerk. Dus deze kerk waar we nu zijn. En dat is geresulteerd in een enorme expositie met alle eerstejaars als afsluiting van het eerste schooljaar. Nou, ons concept was eigenlijk om alles zo multifunctioneel mogelijk te maken. En zelf heb ik dan dit gemaakt. Het is een nachtkastje. En als je het dan dicht hebt, dan is het een kluisje ook. Maar dan kun je er dus dingen opzetten. Als je het dan openklapt, dan is het een tafeltje en een zitplek. Maar je kan ook een jas en een lampje is het in één. Dus, En dan heb je 80 van die plekjes? Ja, er komen dan 80 in elke slaapzaal is dan ingedeeld door Chill. Dat is mijn... mijn partner waar ik samen mee moest werken en met Marius, die heeft media gedeelte gedaan en Jill heeft dan het ruimte gedaan. En dan in de ruimte komen dan 80 van mijn stoeltjes. Ja, het zijn afgescheiden ruimtes en dan in sommige ruimtes slapen er 6 en sommige in 10. En we hebben dan zo uitgerekend in totaal waren het er ongelooflijk 8. 8 ruimtes en dan met 6 bedden of met 8 bedden of met 10 bedden in één ruimte. Ik zie ook hier, en ik zal het even aanwijzen, hier zo, heel veel met planten. Heb je er ook iets extra's in de aankleding? Ja, dat is omdat we het heel duurzaam hebben en ons blad is zeg maar een klim op. Dus daar de naam Ivy, want dat is dan de Engelse vertaling ervan. En dan omdat we het duurzaam willen en als het dan groen is, dan is het meer duurzaam. Dan ziet het duurzaam uit, dus ja. Ja, ik heb goede beoordelingen gehad. Ik heb mijn resultaat al gehad, ja. Vertel mij eens eventjes wat je hier precies hebt gemaakt voor de 80 mensen, hè? Ja, inderdaad. Onze opdracht was het pop-up hotel. Eerst zijn we eigenlijk met de groep naar de kerk gegaan om daar inspiratie op te doen en ook ons thema, want ja, dat moesten we ook nog bedenken. En toen kwamen we natuurlijk bij het glas in lood, dat is het licht. En dat werd voor ons ook heel belangrijk. Het was natuurlijk voor oud-studenten. Een glas in loodraam zijn allemaal kleine stukjes die één geheel vormen en dat is onze school eigenlijk ook. En vanuit daar werd dus eigenlijk ons thema licht en wilden we vooral de beleving in de kerk laten zien. 'S Nachts komen die mensen natuurlijk binnen en dan is er geen licht meer. En dat wilden we eigenlijk met onze lampionnen. Dit zijn uiteindelijk onze kamers geworden. Oh, dit stelt dus een lampion voor. Ja. Wat origineel. Ja, het is eigenlijk de bedoeling, ik zal hem zo demonstreren. Je staat eigenlijk op je bed en vervolgens trek je hem echt heel letterlijk pop-up omhoog. En dan ben je eigenlijk in je kamer waar je kunt slapen. En met hoeveel mensen ga je in zo'n lampion zitten? Ja, je kunt hier met z'n tweeën in slapen. Oh, kijk aan. Ja. En dan maak je hem hieronder vast en dan kun je lekker slapen. En hoe wordt dan een bed hier neergezet? Laat hem maar weer naar beneden toe. Ja, het bed wordt rond en dat is eigenlijk een houten verhoging en daar willen we dan een rond matras ook speciaal voor laten maken eigenlijk. En dat is het idee.
We moeten deze week nog wel presenteren wat we allemaal hebben gedaan. En ook onze portfolio laten zien van dit jaar. En dan is het wachten op de rapportuitreiking. Dat gaat absoluut geen probleem worden voor jou. Nee. Nou, in principe is het gewoon een project met als doel om zeg maar een fictieve opdracht is het eigenlijk. Maar wij zijn natuurlijk altijd open als we straks een heel goed idee mochten hebben of zien. Dat we denken dat we misschien wel volgend jaar kunnen uitvoeren. Maar het is echt iets waar we tegenaan lopen. Dat die studenten dus gewoon geen slaapplek hebben, oud-studenten. Omdat ze van te ver komen en s'avonds niet meer terug kunnen met de trein. Jullie hebben samen een project gemaakt wat hier uitgestald is. Jullie hebben al veel meer gedaan dan alleen maar slaapplaatsen. Vertel mij eens even. Nou, ons concept was eigenlijk om buiten naar binnen te brengen. Waar donker is, licht maken. En dat hebben we eigenlijk gedaan door bijvoorbeeld een bar, een entree, een slaapplek. En ook nog het restaurant, menu en zo allemaal waar te maken en visualiseren. Hoe is het nou opgekomen om het op deze manier te doen? Ja, het is eigenlijk gebaseerd op het tuinfeest. Want de oud Sint-Lucas studenten die komen naar het tuinfeest toe van Sint-Lucas wat jaarlijks wordt gehouden. En dat is onze inspiratiebron geweest om ons pop-up hotel ook te focussen op dat tuinfeest. Hoe is dat idee ontstaan om dat veel breder te trekken dan alleen een slaapplaats? We wouden gewoon echt een hotel maken en ontwerpen. Dus we hebben echt nagedacht van wat belangrijk is bij een hotel. En daaruit zijn we hieruit gekomen. Dus eigenlijk een entree, een sfeervolle plek waar mensen samen kunnen zijn en samen een drankje kunnen doen. Want we wilden echt gewoon mensen bij elkaar bij betrekken. En dat ze niet echt individueel of zo hier alleen komen slapen en verder niks doen. Ja, we zijn er eigenlijk zeven weken mee bezig geweest. En eerst met de ideeën bedenken en ontwerpen en eigenlijk gewoon alles een beetje bij elkaar te trekken. En eigenlijk, we zijn op het idee gekomen meer vanwege de kerk zelf. De kerk is best wel donker en het ziet er een beetje somber uit. Dus omdat het een tuinfeest is, wilden we heel graag de tuin eigenlijk naar binnen brengen. En op dat idee zijn we dus gekomen om waar het donker is licht maken daar ook in bloemen gebruiken. Dat kunt u ook zien in ons concept, is alles heel erg zwart. En daarop zijn hele felle kleuren. De meeste kleuren zijn oranje, roze, geel en paars. En dat laten we dan overal terug opkomen. Jullie gaan hiermee natuurlijk vlot naar het tweede jaar. Ja, zeker. Hoop het wel. Zijn we echt wel van plan, ja. Nou, in principe is het een afsluitend project voor het eerste schooljaar. Dat betekent ook dat zij dus, als dit afgerond is, wordt bepaald of student wel of niet over is naar de tweede. Dat is eigenlijk het beginsel, het belangrijkste van de opdracht. En de tweede, mocht daar, wat ik straks zei, mocht er iets uitkomen wat blijkt dat dat een interessant is misschien om uit te voeren, dan zullen we daar zeker over nadenken. We zijn zelf heel enthousiast, want het is het eerste jaar dat we dit organiseren, zeg maar pop-up hotel, sowieso de opdracht, maar ook in deze prachtige entourage. En wij denken dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.